Ja, dan zit ik er tegen, maar we beginnen snel niet van die begonnen met hun armen te maaien. Dan gaat iedereen weer naar achter. Dus we waren hier dichterbij, hè? Kijk, wat doen we nou? En uitgerekende dames hier zijn de dames. Heel toevallig uitgerekend nou. Uitgerekend nou, we komen met doen. We spelen nu vaak in live. En speciaal voor de dames die de hardste verduren hebben op deze planeet, zijn de dames van de familie van Eekhoorn. Hey, nee, wel zonder hun is hij hier ook niet. Dus geef het op voor alle dames en vrouwen hier ook die de gasten hard steunen, oké? Okay? De Nachtheksen!
Maar we zijn niet de jongste meer. God, dat we tijden godverdomme op 55 en dan staat hier nog. En dat duurt niet lang meer, geloof ik. Dat de tijd goed mee hebt gehouden. Gasten, mensen, dames, heren, meiden, jongens. Ik stel je even de gasten voor hier. Paul Baai is op gitaar. De reïncarnatie der metal op bas. Theo van Ekelen. De panzermotor, een Maybach geloof ik, achter mij. Op drums. En dan weer. En hij is heel erg blij dat die shit nou doet, want ik heb een muurtje pauze. En natuurlijk naast mij een van de godfathers van de Nederlandse death metal. Stel wat gemeen je gedaan. Naast mijn zoon, meneer Martin van Drunen. Ik wil het nummer voor de hele crew hier van de Dynamo doen. Hartstikke bedankt, geweldige organisatie. Ja, jullie hebben al jaren ervaring met dit. En laten we godverdomme hopen dat we weer een Dynamo open air komen zoals vroeger. Ja! En instituut in de metal en dan gaan we dus wel een complete plaat. En tot die tijd gewoon doorgaan zoals die gasten in Warschau. Tijdens die demonstrant, tijdens de Rossel Rising! We'll be right back.
Dank je. Gaat u nog, alle mannen? Ja, we zijn een beetje gewend als je op festivals speelt. Dan geven ze je 50 minuten speeltijd. Als je in de kast staat, dan is het gat van nog wel even anders. Dan moet je volle bak. Maar ga ervoor, hé. Niks te klagen, hoop ik. Hé. Hey. Niks te klagen? Hart zat? Bruut zat? Zat, zat? Ik wil heel speciaal vanavond voor de jongens van de crew doen. Michiel, Hans, Cherry, altijd bedankt dat jullie zijn om ons te helpen. En dit hebben we nog nooit live gedaan. Allereerste keer hebben we vandaag met een soundcheck gedaan. Dat is een beetje een heftig zwaar nummer. Maar het gaat over zo'n jullie niet de keur te roepen, zoals die crew van ons. Het gaat over een oude korps. Ah! En het nummer heet Duck! Ja, wat is dat, hè? Zoek het op met een voorbeeld. We'll be right back.
Thank you.